Hoi, vandaag wil ik met jullie mijn 7 tips delen hoe je meer kunt lezen. Tip 1. Zorg ervoor dat jij enthousiast bent voor de boeken die je gaat lezen. Ik weet het, er zijn boeken in je kast die al 5 jaar aanstaan om gelezen te worden. Maar die staan daar waarschijnlijk met een reden. En dat is waarschijnlijk niet omdat je heel enthousiast voor die boeken bent. Dus kies die ook niet uit, want de kans is groot dat daar een reading slump uitkomt. En dat is iets wat je echt wil vermijden. Kies dus de boeken waar je enthousiast voor bent en waarvan je bijna wel zeker weet dat je ze leuk gaat vinden. Tip 2. Mocht je nog niet enthousiast zijn voor boeken, zorg ervoor dan dat je dat wel wordt. Kijk bijvoorbeeld op Goodreads of kijk een aantal booktubers op YouTube. Persoonlijk, als ik op YouTube naar boekenlezers kijk, dan word ik altijd super enthousiast over lezen algemeen. En dat zorgt er ook weer voor dat ik sneller dat boek oppak om te gaan lezen. Wat natuurlijk ook leuk is, is dat als je misschien een vriendin hebt die ook van lezen houdt, om samen het boek te gaan lezen. Hierdoor is het super gezellig om te lezen en kan je na de hand ook nog eens het boek nabespreken met elkaar. Tip 3. Kijk nou eens naar je dag en bekijk welke momenten jij kan besteden om meer te gaan lezen. En dit hoeft echt geen uren te zijn. Het kan een half uurtje zijn voordat je naar bed gaat of misschien 's ochtends. Tuurlijk, uren op social media zetten, dat doen we stiekem allemaal. Maar deze kunnen ook heel goed besteed worden aan lezen. En dat is ergens natuurlijk veel leuker. Tip 4. Zorg ervoor dat je altijd een boek bij je hebt om te lezen. Nou bedoel ik natuurlijk niet wanneer je een avondje naar de bioscoop gaat, maar bijvoorbeeld wanneer je naar je werk of naar school gaat. Want je weet nooit wanneer je misschien een half uur vertraging hebt met de trein of een tussenuur. Zulke momenten waarvan je niet had verwacht dat die er kwamen, zijn perfect om lekker een boekje te lezen. Tip 5. Ik snap natuurlijk dat je niet altijd een boek wilt meenemen. Zeker niet als jij enorm dikke boeken aan het lezen bent. Maak dus gebruik van de andere vormen, zoals bijvoorbeeld een e-book. E-readers zijn super klein en echt heel licht en ze passen dus makkelijk in je tas om mee te nemen. Daarnaast passen hier natuurlijk superveel boeken op, dus mocht je per ongeluk je boek uitlezen, dan kan je gewoon aan de volgende beginnen. Mocht je geen e-reader hebben en het alsnog een te groot ding vinden, dan kan je natuurlijk ook altijd e-books op je mobiel zetten, want die hebben we natuurlijk altijd bij ons. Tip 6. Maak ook echt gebruik van audioboeken. Mocht je dit nog niet geprobeerd hebben, probeer het dan echt, want audioboeken kunnen heel handig zijn in bepaalde situaties. Met name situaties waarbij je je handen nodig hebt, maar je gedachten niet. Zoals bijvoorbeeld schoonmaken thuis of koken, of als je naar school fietst. Zo had ik bijvoorbeeld een baantje waar ik moest schoonmaken voor 3 uur. Oftewel, oortjes in en 3 uur lezen. En tip 7, de laatste, geniet ervan en wees niet te hard voor jezelf. Ik weet het, je TBR-lijst is oneindig en je loopt 10 boeken achter met je Goodreads Challenge. Maar dat wil niet zeggen dat je zelf moet gaan pushen in het lezen. Uiteindelijk gaat het erom dat we plezier hebben en dat we nieuwe verhalen ontdekken. Ik hoop dat jullie iets hebben aan deze tips. En mochten jullie tips hebben, deel ze dan ook zeker hieronder. En dan zie ik jullie volgende keer in een nieuwe video. Doei! Aan het begin van de video was de zon nog hier en hij komt langzaam zo over mijn gezicht dat ik niks meer zie.